Wie zeker wat willen doen zijn de rijdsters, de rensters van de bondscoach van de vrouwen, Loes Gunnewijk, via Skype. Hallo Loes. Hallo. Hallo. Of is dat niet zo? Ja, ik denk dat die vrouwen van jou aan de bak willen. Die willen altijd fietsen. Ja, iedereen wil graag koersen, dat zeker. Ja, maar dat kan niet. Wat kunnen ze wel? Wat heb je voor contact met ze nu überhaupt? Nou, in het begin is het natuurlijk zeker de renners op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Nou ja, nu is het natuurlijk al een tijdje dat we weten waar we aan toe zijn. Dat er in ieder geval geen koersen zijn de eerste tijd. Gisteren is er dan weer een update gekomen. Nou, in het begin ging het natuurlijk ook met name over de Olympische Spelen. En nu is het ook weer veel meer van, nou ja, hoe gaan we deze periode invullen? Weer nieuwe doelen stellen. Nou ja, en werk aan je procesdoelen. Hè. Dus het is ook wel weer een periode, nou ja, waar je gebruik van kan maken, waar je normaal gesproken zaken niet zou kunnen trainen, of waar je eigenlijk niet aan toe komt in het wedstrijdseizoen. Daar kan je nu natuurlijk wel weer mooi tijd aan besteden. Zoals? Nou ja, dat is echt weer maatwerk. Hè. De ene zal weer meer bijvoorbeeld op de tijdritfiets gaan en werk aan de houding daarin. Of nou ja, kan je heel denken aan de trapfrequentie. Of kan je mentaal misschien weer meer tijd aan zaken besteden. Dat verschilt natuurlijk weer gewoon per persoon. Laten we even kijken hoe Anna van der Breggen en Kira Lambrink bijvoorbeeld deze dagen hun trainingen doen. Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben Anne van der Breggen, wielrenster. En ik heb vandaag een leuke workout voor jullie, voor de rugspieren. Dus we doen 30 seconden zijplank. Wil je het jezelf moeilijker maken, kan je een hand in de lucht en eventueel nog een been. De wc-rol, die zet je op je onderrug. Wat ervoor zorgt dat je hem eigenlijk zo recht mogelijk uitvoert. Dus dat je heupen recht blijven. Op het moment dat je het schuin doet, dan zul je zien dat de wc-rol er vanaf valt. Voor de rest, stay safe allemaal. Ja, dat zal voor heel veel gelden op dit moment. Fysiek is het te doen of niet voor Rens? Ga je nu heel erg hard achteruit? Nee, nou ja, kijk, ik denk dat het grote voordeel in Nederland is dat we natuurlijk buiten kunnen fietsen. En het is heerlijk weer geweest, dus iedereen kan in die zin gewoon lekker de uurtjes maken. Kijk, als je natuurlijk in Spanje of in Italië zit, ja, dan ben je, moet je binnen trainen en is alles online of nou ja, op de rollen wat je kan doen. Dus dat scheelt wel heel erg. Nou ja, goed, en je gaat sowieso 6 weken voorbereidingstijd we hebben voordat de eerste wedstrijden zijn. Dus in die zin ga je dan, nou ja, kan je dan weer echt de puntjes op de i zetten. Ja, je noemde net heel even de kalender. Daar zaten, althans voor zover ik het gezien heb, heel weinig vrouwenwedstrijden nog in. Geen Tour Féminin, als wat te noemen. Jij zegt eerste wedstrijd. Heb jij wel een idee wanneer dat eventueel zou kunnen zijn? Nou ja, dat is natuurlijk afhankelijk van alle maatregelen, wanneer die weer versoepeld gaan worden. Ik denk dat het eerst nationaal zal zijn en dan later pas internationaal. Nou ja, de UCI heeft gisteren wel een nieuwe kalender gepresenteerd, voorlopig. Maar ja, die is natuurlijk ook gewoon afhankelijk van hoe het gaat. En nou ja, tot 1 augustus zijn er geen World Tour wedstrijden. En tot 1 juli sowieso ook nog geen internationale wedstrijden. En voor 15 mei krijgen we te horen hoe de vrouwenkalender er meer uit komt te zien. Tot slot, fiets je zelf nog? Nou ja, dat is dan wel weer een voordeel van deze tijd. Normaal gesproken zou ik nu veel weg zijn geweest voor verschillende wedstrijden. Met de categorieën. Nou ja, nu ben ik al 5 weken thuis. Dus fiets ik zelf wel wat meer als dat ik anders had gedaan. Comeback zit er niet in, hè? Nee. Dat denk ik niet. Nee. Je hebt genoeg renners volgens mij ook, trouwens. Sorry? Je hebt genoeg renners ook. Ja, dat zeker. Nee, okay. Maar het is heerlijk om toch eventjes te fietsen en even je hoofd leeg te maken en te genieten van de natuur. Doe dat vooral. Blijf dat vooral ook doen. We wensen je veel wijsheid en succes. Dank je wel. Ja hoor, graag gedaan.